Oui, il va voir sur studio. Il veut dans studio, je vais Je vais le terrain. Il veut dire les vidéos rouges. Bah oui, il y a des quoi ça go. Il y a des rouges là. Et rouges, ça c'est un lit d'ert. Un huis is een huis. Dan heb je trouwens die boos. En kijk, wat allemaal zo voor ons huis, jongen. Ik heb eigenlijk echt maar één echt idee voor ons huis. En dat is, ik wil eigenlijk een deur huis gaan bouwen, maar we hebben niet echt deur. Weet je wat, we gaan dit gebruiken en dit. En wat is dit? Sandstone. Sandstone blok. Wat is sandstone blok nou weer? Wat is er niet vast aan? Wacht, hoe ziet het eruit? Is het niet vast, hoor? Kun je hier niet wat mee craften? Kijk, een corrupt campfire. Blijft je... Ja. Ja. Kan je het niet in de oven doen of zoiets? De oven? Nee. En dit? Frostbeurt? Oké, okay, ja, het zou. We gaan dus huis bouwen. Wat is natuurlijk een betere manier dan huis te bouwen? Dan een kleine deurtje in de grond te gaan haken. Een deur gaan touwen. En dan hoi met hem. Kijk. En we hebben een huisje gemaakt. We hebben gewoon een gat gemaakt. En wat steen dingetje wanneer gedrukt. En oh, zie je nou een mens? Oh, laat me. En kijk, zo maak je dus huizen. En dan haak je nu vervolgens twee naar onderen toe. Wacht, oké, hiervoor heb ik een cool idee. Oeh, of ik hiervoor een cool idee. We gaan het hier. We gaan het. Het kakzijntje aan. We gaan een mooi huis maken. Ja, een mooi huis. Ja, eens kijken. Dan pakken we dus deze twee dingetjes. Dan zetten we die bij het ingaan neer. En dan gaan we hier vervolgens naar beneden toe. Ja, dus. En dat maak ik gewoon exact hetzelfde. En weet je wat je steeds ook wil gaan doen? Zo voor zet ik. Zo voor ik zet nou hier. Wacht, ik ben echt nu. Kan dat gewoon? Als ik nou hier bijvoorbeeld gewoon een deur ga neerzetten. Zonder reden. Kan dat? Ja, ik kan. Daar gewoon een deur neerzetten. Dus we hebben gewoon een huis met echt een deur natuurlijk. Maar je moet niks meer, dus ook in de mensen getrapt maken. Beste mensen, het is tijd voor slaven, fokkerij. Nou ja, ik kan hier niet echt mensen verkopen, helaas. Genoeg, maar goed. Eens kijken, de pressen maken we hier. Die tafel moeten we ook nog neerplaffen. Oké, dan plaffen we daar een stoel neer. Dan hebben we natuurlijk nog licht nodig. Het liefst geef ik geen licht, want het mag helaas niet. En dan staat hier volgens dit huis de stoel erboven. En kijk eens. Nu hebben we nog een house gemaakt, het zoetboot. Dan maken we hier volgens weer een gat in de muur. Kijk eens zo. Waar ze volgens ook nog niet uit kunnen gaan komen. Dat is nog een mooie van mijn tactico plan. Kijk eens. En daar heb je dus eigenlijk ook niks aan. Het is goed, het is waterloos. We gaan mensen gewoon eens kijken. Het is een bakje hier. Het is een boekje van een huis. De deur mag een beetje groter wat. Kijk eens, zo. Ik kan echt niet zeggen. Maar ik vind het blauw. Tik te moe, kijk eens. Zo, en deze mag dus een... Ja, deze die krijgt een heel lang huis waar je dus helemaal niks hebt. Oké, ik denk dat dit huis misschien ietsjes luxe is. Dus ja, het houdt niet van hun krijgen een ijsbox. Daar valt me echt helemaal niks aan. Een huis met gewoon ijstoorts. Nee, die deur heb je dus gedaan. Dat wil ik dus niet, dat je dan een deur hebt. Kijk eens, ik ga het dus gewoon hier weer die deur neerzetten. Ja, er is helemaal niks aan heb. Ik vind mezelf ook veel te grappig. Oh, wacht. Oké, dan moet je volgens nu gaan maken. Kijk, nou we hebben dit gedaan. Dan moet je volgens weer deze houten groene. Ja, dan moet je volgens weer dit. Kijk, zo. Dit huis is missing a chair. Oh ja, dit is goed genoeg kennelijk. Oeh, ja, helemaal mooi. Oh, ik vind het, oh, dat is zo stom uit. Okay, en dan gaan we hier volgens nog een 10 in drukken. En nou hebben we volgens huis gemaakt. Ja, dus hier gaat onze slavencompagnie wachten. Ja, ik weet niet echt graag hebben. Dat is wel veel soms. En kijk eens, en zo maak je dus een heel efficiënt huis. Huis bouwen, dat is een boekje. Ja, dat kunnen we zeker wel. En, om het nog, en als het nog niet erg genoeg was, gaan we volgens ook nog een deurcheck maken. Ja. Je vraagt je waarschijnlijk of een deurtje, waarom zou ik het doen? Ik vind het grappig. Kijk eens, kijk, waar is een deurt? Kijk, hier is een deurt. Kijk, dus dik, dik. Oké, deurt. Kijk eens. We gaan nog eens een deurthuisje maken. Daar hebben ze ook helemaal niks aan.
En we gaan dit huisje echt super, super graag mogelijk maken. Mijn idee voor dit huisje is gewoon hem echt heel hoog gaan maken. Het had gewoon en dan gewoon huisje gaan doen. Oeh, word ik wel aan het kijken. Zo. Zo, wacht eens kijken. Zo, dan gaat dit dus ons huisje wachten. Dit gaat dus een die primitive wachten. Dan zetten we hier volgens die deur neer. Moet je een kast even maken. Eens kijken. Waar gaan die naakwakken nou, neer ploffen? Die heb ik nodig, die heb ik nodig. En ook nog een stoel. Kijk eens zo. Deze heeft een... Wacht, ik ga deze deur ga ik denk ik weer... Wacht, deze deur die moet je denk ik wanneer zijn. Ja, helaas. Dan gaan we die tafel daar neer ploffen. De stoel, die mag een verdieping hoger, die, ook die mag in de lucht. Ja, kijk eens. Dan moet ik volgens nog een lampje neerzetten. Dus als is missing wall. Dan voegen we vervolgens nog iets in wall toe. Kijk eens, zo. Ja. Ik ben nog een beetje heel goed. Weg, van me was dat een van mijn eerste grafstenen ooit. Zo. Gewoon een paar muurtjes toevoegen. Zo, hoppakee. Ja, zo. Het is alles een zoeterboom. Ik snap dus niet wat die zoeterboom is. Maar kennelijk is dit huis een zoeterboom. Gelukkig maar. En dan gaan we vervolgens, als het erg genoeg is, gaan we hier. En vervolgens zo. Die deur hebben we dus nog helemaal niks aan. Ja. Het ziet er uit dat we een mooi plekje hebben gemaakt. Voor onze mensen om te wonen. Zo. Want dan kun je vervolgens weer omhoog komen. Dus dan moet je zo gaan maken. Dus dan ga je zo. Dan moet je hier op springen en dan moet je zo. En ja. Dit huisje begint al ietsjes van vorm te krijgen. Nee, wacht. Ik moet hier een verandering op gaan hangen. Want ik moet er steeds zo heen. En dan kijk eens zo. Ja. Dat ziet er mooi en luxe uit. Ja, oké. Dan hebben we nu ons huisje al gemaakt. Ja. Ik snap dus echt niet waarom we nog zo weinig NPC's hebben. We hebben nog alleen maar de Devil NPC. En we hebben al meerdere huizen gevestigd en gemaakt. Dus waarom komen ze maar niet? Iemand houdt vast me ook van de woestijn. Een of andere bloemverkoopman. Dus, wat is een beter plekje in de woestijn om een huisje te gaan maken? Dan in een of andere sandcave. Ja, ik... Frank heeft gearriveerd. Welke Frank? Waar woont Frank? Oh, Frank woont in 2 na Luxhuis. En nou ja, het is een huis waar je nog wat mee kunt. Oh nee, waarom ik dat zo'n klein keertje echt klaar zat. Ik dacht dat het een mooi huisje maar nee. Eens kijken, waar zou ik hem gaan maken? Ah, hier. Wat is nou mooier om te wonen dan een of andere ton plek hier genaamd hier? Ja, ik weet het dus ook niet. Eens kijken, wat heeft dit huisje nodig? Dit is een crafting bench maken. Eens kijken. Als eerste denk ik muren, dat is eerst de achter. Eens kijken. Wacht, oké, eens kijken. Huis. Deze room is misschien een wall. Oké, dan vanaf moeten we deze gaan pakken. Shit. Waarom kan ik hem niet goed gaan haken? Ik heb niet mee. Hij heeft echt een stomse kamer gewoon. Die kamer heeft een luxe kist, een anvil en nog wat andere dingen. Hij heeft gewoon die gebouwd. Chop, oké. Hier, wat heb je eraan? Butterflies. Hoe gaat het aan de light room? Oh, deze ding is echt ziek overbouwd, naar mij. Ja, kan ik ook wat verkopen? Prijs, no value. Ja. Even kijken, wat kan ik wat verkopen? No value. Zijn er veel te kopen? Of wel, ik heb dus eigenlijk echt helemaal niks in dit ding. Maar, zoals zei, ik heb dus geen zin om al die muren daar te gaan wijzen. Dus ik heb een ander tactvol plan bedacht. Jullie weten toch gewoon die piramide? Heeft gele muren? Nou, ik ga gewoon zo'n huisje in de piramide maken. In die gele muren hoef ik geen muren neer te zetten. Bespaar ik nog wat resources. Is goed voor mijn portemonnee, nou ja. En voor mijn ego. Want dan heb ik het gevoel dat ik weer iemand zijn leven miserabel heb gemaakt. Maar goed, in het speeltje poeit eigenlijk echt helemaal niks. Maar goed, en oké, er komen zulke tomme slime dingen tegen. En dan gaan we er weer heen. Oké, dit bedoel ik dus. Wat zulke dingen. Dus ik denk dat als hier kunnen we best wel wat moois van maken. Dus ik denk bijvoorbeeld hier, of zelfs dus bijvoorbeeld te denken. Dan gaan we hier zo een muur van turf maken. Dan moeten we hier een gebied vlak maken.
Kijk eens, dat doen we zo. Lekker simpel en snel. Kijk eens, zo. Zo, ja. Dan gaan we vervolgens hier dit maken. Een klein plekje. Wacht even kijken. Deze room is toesmouwen. Ja, dat had ik hier gezegd al verwacht. Maar hij heeft ook nog geen echt een deur. Dus ja, dat moet ook nog eventjes. Nog eentje van zo. Kijk eens, dan kun je hier naar beneden toe hoppen. En dan kan je dit hier hakken. Oké, okay, ik krijg ook nog wat piramidespul erbij. Dat is ook mooi. Dus kijk, wat heeft dit huis nog niet? Dit is room nog steeds zo smal. Man, hoe kan dit room zijn? Dit is smal, kijk. De room zijn er ook super klein. Dit room is misschien een table en een chair. Nou, ben ik weer een keer mijn crafting table kwijtgeraakt. Kijk, waar staat die? Oké, okay, crafting table. Nou, ik hoop dat ik er genoeg voor heb. En oh shit, oh shit. Oh, cacti. Oh, ik bedoel. Zombies, ja. Nou, het is een dood. Even kijken. Oké. Kijk, zo deur. Erin. Nee, ik bedoel. Oh ja, ook nog een grafsteen van mij. Die mag ook een cross maken, geef. Ja, en dit ook nog eens. Even kijken, wat zegt hij? This house is suitable, ja. Veel plezier wie daarin gaat leven. Dit is gewoon vervloekt. Oké, okay, deze dingen moeten ook nog een skill. En oeh, deze dingen zijn irritant, man. Oeh. Even kijken. Ja, nu hebben we zojuist een tweede huis gemaakt. In de middle of nowhere. Ah. Ja, daar gaan we straks in het wonen. Kijk, weet. Waarom zou die sukkel van dat huis dan toch huis gaan emigreren? Ik snap soms de logica van die dingen niet meer. Maar is goed. Ik moet dus met hem praten. Ik weet dat ik benieuwd ben als ik dit ding kan enchanten of upgraden of zoiets. Want dat zou ik wel erg mooi vinden. Hoeveel damage is die 18 of zoiets? 10. Dat is redelijk wat. Shuriken. Maar niet te veel als die shurikens. Oké, dood. Oké, zo. Shurikens zijn geschikt overbouwd, vind ik zelf. Eens kijken. Wat kan ik met jou treden? 17. Ja, 10 heb ik al lang gaan. Dus kijken. Crafting. Dus kijken met wat wil crafting erop. Hè? Kachtai. Er staat die kachtenswoord. Oh, daar kan je dus helemaal niks mee. Dus kijken. Tin. Oeh, tin por. Nee, 7. 7, nope. Nee. Oh, ik bedoel tin. Oké. Oeh, wat? Wat? Oeh. Een boemerang. Hoe maak ik een boemerang? Ik wil een boemerang maken. Boemerang. Boemerang. Waar staat die boemerang? Die olie kan ik wel maken. Boemerang. Je moet toch een boemerang van hout maken. Zou toch logisch zijn? Ja, oké, spinnenweb. Boemerang. Huh? Levenwoord. Waar kan ik die boemerang vinden? Ja, mijn boos. Bier. Loon. Oh, bier. Oh. Zalmuur heb ik daarvoor nodig. Wat dit? Zalmuur. Bijvoorbeeld door een zalmuur. Boemerang. Ik heb echt geen flauw idee hoe je een boemerang kan maken. Echt helemaal geen enkel idee. Een boemerang moet toch niet moeilijk zijn om te maken? Zou je denken. En oh, yes, weer wat zulke dingen. Oh, moet ik weer een hele hoge dingen afwerken? Dat is dood. Ik vind het misschien niet. En oh, die heeft een lens. Die heeft een nodige lens. Zodat ik een van mijn poort laat zien. Ik weet niet hoeveel. Maar voor één poort heb je lenzen nodig. Maar het hele jaar zijn video is, want we hebben mooie huisjes gebouwd. We hebben onze mensen lekker gemacht. Dus wie hier wil wonen, knettergek. Ik denk met een grap. Wie daar om de groen wil wonen, nog knettergek. Ja, maar ik denk dat we genoeg schade voor vandaag's video hebben aangegeven. Als je een leuke video vond, ja, abonneer dan en like. En we hebben lekker mensen geterroriseerd door een hele lelijke huisjes gebouwd. Maar dit lijkt me niet eindelijk. Doei. Hoi.